In de wijk Molenvliet in Woerden en het dorp Harmelen zijn een wijkambtenaar en een dorpsambtenaar aan de slag gegaan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken ze gericht aan belangrijke zaken voor de wijk, de buurt of het dorp. Marion Vonk en Paulien Emilio, samen doen wat nodig is. Let dat eens uit. Samen doen wat nodig is. Samen is een breed begrip in de zin van vanuit de gemeente, vanuit inwoners, vanuit professionals in de wijk, in hun dorp. En samen kijken van hoe kunnen we zeg maar, de omgeving nog mooier maken dan die is als het gaat om leefbaarheid, veiligheid in de wijk of in het dorp. Hoe ga je die samenleving mooier en leuker maken? Ja, dat laten we voor een groot deel ook over aan hetgeen wat de inwoners aangeven. Wat zij belangrijk vinden. Daar gaan we naar op zoek. Hoe kunnen we alle inwoners goed bereiken? En wat willen zij nou eigenlijk voor hun leefomgeving? Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, een van de zaken die we aan gaan pakken is vanuit de gemeente, zeg maar, wanneer er in de toekomst of nu eigenlijk al bepaalde zaken in een wijk of in een dorp spelen, hoe kunnen we de inwoner hierbij betrekken, zodat je uiteindelijk een plan maakt waar iedereen achter staat. Jullie zijn ingehuurd voor 18 uur per week, is dat voldoende? Ja en nee. 18 uur is een hoop tijd om aanwezig te kunnen zijn in een dorp en een wijk. Maar omdat het nieuw is, komt er ook zoveel op ons af dat er eigenlijk nooit genoeg tijd is. En dat is voor ons ook uitproberen hoe dat uit gaat pakken. Want ik heb begrepen dat je moet je oor te luisteren leggen bij de burger. Ja. En daarnaast moet je verbinding zoeken tussen de burger en de ambtenarij en andere maatschappelijke organisaties. Ja. Dat vergt tijd. Vergt zeker tijd, ja. En het is vooral een beweging die wij mogelijk in werking stellen, zeg maar, bij alle partijen. Hè? Dus het is ook niet samenwerken waarin wij, zeg maar, de hoofdrol in spelen. Maar een beweging die straks zo gaat werken dat iedereen dit ervaart en ook voelt wat het betekent als je gaat samenwerken met elkaar. Wat je uiteindelijk op kan leveren. Wanneer zou je echt tevreden zijn? Ik mag me bezighouden met Harmelen. En ik ben heel tevreden als de pilot afgelopen is over 2 jaar. En de inwoners ervaren dat de gemeente een stuk dichterbij is gekomen. En dat er samenwerking is. Dus eigenlijk gaat het met name om het dichterbij komen tussen gemeente en burger. Ja, en het vertrouwen. Wat in samenwerking heb je ook het component vertrouwen. En dat is ook iets wat zeg maar moet gaan groeien. Misschien nog meer dan wat het nu is. En dat hopen we over 2 jaar eigenlijk ook dat daar een groei is ontstaan. Ik begrijp dat het een proef is voor 2 jaar. Ja, dat klopt. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld om meer uren te gaan besteden aan 2 gebieden. Molenvliet en Harmelen in dit geval. En aan ons de taak om eigenlijk inzichtelijk te maken wat dat op gaat leveren. Zodat de raad over 2 jaar ook een keuze kan gaan maken of dit over heel Woerden wordt uitgerold. Waar de keuze tussen Harmelen en Molenvliet? Dat is eigenlijk mede bepaald door op bepaalde gebieden spelen er bepaalde zaken in wijken. En daar wordt op een gegeven moment een afweging gemaakt. Dus keuze gemaakt tussen een wijk en een dorp. Omdat dat zeg maar ook een andere dynamiek speelt zeg maar, in een wijk of in een dorp. Op basis daarvan is eigenlijk gekozen voor Molenvliet. Wat een hele grote wijk is. En een dorp zoals Hamelen. Vanuit het buitengebied. De wijk- en dorpsambtenaren van Molenvliet en Harmelen zijn de komende maanden veel op straat te vinden.